DNA-voorzitter Jenny Geerling-Simons heeft vanmorgen de familie van de zondag doodgeschoten porknokker te woord gestaan. De zus van het slachtoffer heeft aangegeven dat de familie niet weet wie het lijk heeft meegenomen. De emoties liepen hoog op bij de familie van de overledene. Ze verweten de regering dat de jongens niet anders aan geld kunnen komen dan naar goud te zoeken. Demchinfunu moest op 3 uur tegen scoren naar foto. Sinds de regering die zei bouw scoren, bidden scoren die. Dat zei een emotionele zus tegen Simons. Dit is een deel van het gesprek tussen DNA-voorzitter Jenny Simons en de familie van de overledene. En mij persoonlijk die nu aan werk in. We zorgen dat een grond normaal tek morgen gewoon in concessie. Dus we actie aan de regering met de konden gaan werk af. Met een situatie kon change. Want als je dat niet doet, dan kon je change een situatie dat kan. Ik was maar broken van trasma also. Ik ga achirasma. En nu aan de regering zijn als een grond. Dus het is niet dat. Maar ik wil pas doen om ons maar te doen. Dat is gewoon de diraboy uit eigen. Na de jongeren van Brokopondo aangehoord te hebben, gaf de DNA-voorzitter aan dat het parlement bezig is met een wet die de rechten van binnenlandbewoners beter zal behartigen. U hoort ook parlementariër Celsius Waterberg, die het betreurt dat er weer zoiets is gebeurd. Wij hier in de Nationale Assemblée. Omdat we weten dat die mensen in het binnenland rechten hebben en ze moeten rechten hebben op de grond waar ze wonen. Hebben we een wet gemaakt, wij zelf. DNA. Dat we discussiëren een wet. Dat we tikken een wet af. En de regering moet kondig een wet dat af. Dat gaat al een heleboel verbetering brengen in de situatie van die concessies. En onze schriftelijke actie aan de regering. Wij gaan het weer vragen nu, want we gaan deze dingen bespreken. We gaan de regering weer vragen om die wet af te kondigen. Dat gaan we ook vragen. Zelf willen we alles vragen vandaag. De afspraak met de leiding. We gaan de afspraak met de leiding voor jullie doorgeven. Maar wij hier kunnen het niet voor je maken. Maar we gaan het doorgeven. Laat men die afspraak met jullie maken en met jullie praten vandaag. Als kind van het binnenland, als parlementariër, betreuren we dat zoiets is kunnen voordoen. Dat iemand doodgeschoten is, ongewapend. En natuurlijk is onze condolence en medeleven met de familie van de jongeman, met de gemeenschap van Koffie Kamp en ook natuurlijk met de hele Surinaamse samenleving dat zoiets is gebeurd. Ik denk niet dat, zoals natuurlijk de mensen zijn geëmotioneerd, ik denk niet dat de regering opdracht heeft gegeven dat iemand doodgeschoten moet worden. Dat denk ik niet. En natuurlijk moet het onderzocht worden wat er gebeurd is met de persoon die heeft geschoten. Want als die burgers ongewapend zijn, kan je geen wapen gaan trekken om te schieten. Ik weet niet als die persoon vond dat die bedreigd is geworden. Maar in ieder geval, het moet onderzocht worden. Tot zover Celsius Waterberg en Jenny Geerling-Simons, de DNA-voorzitter. Zij heeft vanmorgen de familie van de doodgeschoten porknokker te woord gestaan op het terras van de Nationale Assemblée. De familie hoopt dat de regering antwoord zal geven op hun vragen.